Wat leuk dat je er bent. Onderhandelingen zijn, de eerste dag zit er net op voor een nieuwe CAO. Ja. Samen met de vakbonden praten jullie daarover. Even nog voor de duidelijkheid, wat is dat ook alweer, een CAO? Ja, een CAO is een aantal afspraken die we maken over werken in de schoonmaaksector. Wat mag je, wat moet je? Dat geldt voor de medewerker, maar het geldt net zo goed voor bedrijven. En dat leggen we vast en daar proberen we ons aan te houden, zodat we eigenlijk goed kunnen werken met elkaar. Vandaag komen jullie bij elkaar samen met de vakbonden. Wat doen jullie dan op zo'n dag? Ja, je moet je voorstellen, we zitten in een ruimte en aan de ene kant zitten de vakbonden, FNV en CNV zijn dat bij ons. Die vertegenwoordigen de medewerkers en aan de andere kant zitten wij, Schoonmakend Nederland. En wij gaan het over de wensen van de bedrijven hebben. En we proberen onze voorstellen, onze ideeën over de sector, hoe we goed kunnen werken, opleiding, ontwikkeling en uiteraard heel belangrijk, beloning, afspraken te maken waar zowel de medewerker goed van wordt, maar ook het bedrijf goed van wordt. Ja, je zei het dan al, hè, beloning, daar gaat het vaak om, want dat is toch het salaris van de schoonmakers. Ja. Maar hoe praten jullie dan over zoiets? Hoe kom je tot een nieuw loon? Ja, je moet je voorstellen, de vakbonden hebben een idee wat de loonstijging moet zijn. Hè? Iedereen heeft wel eens in de krant gelezen hoe het gaat met inflatie. We hebben arbeidsmarktkrapte, dus willen ook heel aantrekkelijk zijn voor mensen om te komen werken. En als werkgever hebben we daar ook mee te maken. Maar we hebben als werkgever ook te maken met de opdrachtgever. Die moet op een gegeven moment ook wel kunnen betalen wat we aan onze medewerkers doen. En daar doen we ons stinkende best voor. Maar ja, onze zakken zijn niet oneindig. Dus daar hebben we het over met vakbonden. Hoe wij tot, zoals wij het dan noemen, een verantwoordelijke loonstijging kunnen komen. Waar de medewerker ook veel plezier van beleeft. Oké, dat hebben jullie vandaag dan aan elkaar verteld. Hoe nu verder? Ja, wij gaan de voorstellen van de vakbonden, van de medewerkers, dus gaan we ook bestuderen, zoals dat heet. We willen even goed weten wat ze nou precies vragen. We willen ook weten wat dat kost. Maar we gaan hetzelfde doen met onze voorstellen. Onze voorstellen kennen we natuurlijk al, maar we gaan kijken waar de overeenkomsten zitten. Maar we gaan ook kijken van, is dat nou wel verstandig om voor te stellen, ook van vakbondszijde en van onze zijde. Volgende week, 28 maart, dan zitten we weer bij elkaar. Ja, en dan gaan we ook inhoudelijk, dat betekent echt op de inhoud en de argumentatie van de voorstellen met de vakbonden in gesprek. Ja, om uiteindelijk tot goede afspraken te komen voor de hele sector. Dat is dus volgende week. Vind je het goed als ik je dan weer even lastig val met een paar vragen? Ja, superleuk. Kom maar langs en ik vertel graag wat we aan het doen zijn, zodat ook in dit geval medewerkers goed op de hoogte blijven van het verloop van de onderhandelingen. Tot dan. Tot dan, dankjewel.